Nederlands kunnen zo goed pitchen. Noemen jullie dat zo? Ja. Goed Nederlands woord. Dit wel eens. Nee, goedemiddag. Mijn naam is inderdaad Wouter Deleu. Ik ben werkzaam aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent, waar ik voornamelijk onderzoek doe naar de integratie van ICT in onderwijs. En tijdens een van die studies kreeg ik de vraag aan een aantal schoolleiders wat er precies gebeurde in de lerarenopleiding. Die schoolleiders hadden namelijk de indruk dat, hun beginnende leraren vaak onvoldoende voorbereid waren om ICT te gebruiken in de dagdagelijkse klaspraktijk. En om een antwoord te vinden op die vraag hebben we een onderzoek uitgezet. En een van de bevindingen van dat onderzoek was dat onze geselecteerde Vlaamse lerarenopleidingen op zoek waren naar de geschikte strategieën om die toekomstige leraren op een adequate manier met ICT te leren omgaan in het onderwijs. En om hen daarbij te helpen, hebben we dan beslist om een review op te zetten met als doel kwalitatieve studies over de effectiviteit van dergelijke strategieën te synthetiseren. Moet u nog mee? Op basis van de voornaamste thema's uit de review heb ik dan speciaal voor vandaag een omgeving ontwikkeld waarin dat studentenleraren kunnen worden getraind. En ik neem jullie allemaal mee voor een verkennende wandeling doorheen deze omgeving. En we starten onze trail bij het belang van goede praktijkvoorbeelden. Want we weten allemaal dat om studentenleraren voor te bereiden en om de meerwaarde van ICT aan te tonen, het belangrijk is om die meerwaarde aan te tonen aan de hand van concrete voorbeelden. En dat kunnen leraren op tijdens bijvoorbeeld zelf. Ze kunnen zelf een goed rolmodel zijn door aan te geven welke specifieke ICT-toepassingen bruikbaar zijn, ondersteunend zijn aan specifieke vakinhouden, gerelateerd aan een specifieke didactiek en dat in een specifieke context. Aan welk model doet u dat denken? Iemand? Typisch, precies. We zijn onze trail verder naar het volgende thema. En dat is reflection. Nu, eentje terug. Inderdaad, hij gaat te snel, hè? Ja, reflection inderdaad. En uit de resultaten van de review bleek dat het samen reflecteren met studentenleraren over de rol van ICT in onderwijs cruciaal is. In die zin kunnen lerarenopleiders bijvoorbeeld expliciteren waarom zij zelf ICT inzetten in de les en ruimte creëren om daarover in gesprek, in discussie te gaan met hun studentenleraren. Nu, reflectie is zo'n thema dat heel erg samenhangt met de andere thema's in de review. En in die zin mogen de thema's echt niet los van elkaar gezien worden. En dat geldt zeker ook voor het volgende thema. En dat is instructional design. Ontwerpen blijkt een belangrijk thema in de review, omdat studentenleraren het vaak moeilijk hebben om zelf ICT-rijke lessen te ontwerpen. En ze hebben daar steun bij nodig. En een veelgenoemde strategie in dit verband is het opzetten van, we hebben het er al over gehad, teacher design teams. Studentenleraren in teams, samen eventueel aangevuld met een expert of een docent, curriculummaterialen, lessen laten ontwerpen of herontwerpen waarbij ICT ondersteunend is. En ik denk dat een belangrijke assumptie daar is dat het samenwerken een meerwaarde is. En dat brengt ons bij het volgende thema, en dat is collaboration, samenwerking. In bijna de helft van de studies bleek dat samenwerken onder studentenleraren cruciaal was. Elkaar helpen, elkaar input geven. Maar zeker ook het delen van twijfels en onzekerheden was belangrijk. Het volstaat natuurlijk niet om samen ICT-rijke lessen te maken. Het is ook heel belangrijk dat studentenleraren de kans krijgen om het potentieel van ICT te verkennen in de reële klassituatie, in die praktijk. En ook daar hebben zij steun en feedback nodig. En dat brengt ons bij het laatste thema dat ik wil aanstippen. En dat is het belang van evaluatie en feedback. In het review-artikel heb ik bij dat thema als titel geschreven From Traditional Assessment to Continuous Feedback, waarmee ik wil aangeven dat we misschien moeten afstappen van die eenmalige toets van ICT-vaardigheden, zoals het soms in Vlaanderen gebeurt, naar een meer geïntegreerde benadering, waarbij dat evaluatie en feedback eigenlijk doorheen deze thema's aanwezig is.
En door op een systematische en systemische manier aandacht te besteden in die leraaropleiding aan het belang van ICT, kan ICT op die normale routines gaan beroven van studentenleraren. Maar daarvoor is er natuurlijk ook aandacht nodig aan het belang van thema's op het institutioneel niveau. En die ziet u hier. Helaas heb ik onvoldoende tijd om die even toe te lichten, maar geen nood. Dit model staat in het review-artikel. En het review-artikel is net als deze infographic online beschikbaar. Ik ben zelf ook beschikbaar straks om samen met u deze trail of andere trails te bespreken. Dank u wel.